Hallo kijkers en tof dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik een nieuwe serie starten. Een survival serie, maar het is geen gewone survival serie, want we gaan op een flatland spelen. Dus de hele wereld is gelijk. En we gaan ook spelen met de bonus chest. Dus een bonus quest in het begin. Want bij flatland is het toch wel wat moeilijker aan om aan de resources te geraken. Even zien wat we al hebben. We hebben appels, dus we kunnen al overleven met voedsel. We hebben niet genoeg voedsel, maar het is toch wel iets om mee te beginnen. Onze eerste opdracht is gelijk om een village te vinden. En oh ja, daar hebben we er al een. Ja, nu krijg je echt heel veel slimes. Dat heb je nu namelijk eenmaal bij zo'n flatlandswereld. Ik denk dat deze serie wel kort zal zijn, aangezien je kunt maar beperkte dingen doen in deze flatlandswereld. Waar was die village ook alweer? Volgens mij was het daar. Ja, daar is het. Koeien kan ik ook even pas dachten. Als ik zo goed sla, is het denk ik één hit. Ja, dat is één hit. Heeft het een blacksmith? Ik hoop van wel. Want dat zijn meestal spullen. Ik vond het een leuke opdracht om hier een hele muur rond te bouwen. En hier hebben we een... hoe heet dit ding eigenlijk? Een fletching table. Oh, we hebben koeien. Oké, dat is mooi. Dan hebben we hier een koeienfarm. En we hebben ook bomen, dus... Ik denk dat de enige manier om aan een bomen te geraken is eigenlijk om een... dorpje vinden. En dat hebben we nu ook gedaan. Hebben ze hier spullen? Nee, zie ik. Oh ja, eigen columns hebben ze hier ook natuurlijk. Nu ik het aan het opnemen ben, is het echt heel erg hard aan het regenen. Ja, daarom lijkt me een leuke moment om nu op te nemen. En ik heb net even daar ook de spawnpoint gezet. Dus als we doodgaan, spawnen we dan weer hier in deze village. Gratis slime balls. Oké, hier nog een boom. Ik weet nog niet wat ik wil maken, maar je kunt niet echt heel veel doen in deze flatlandwereld, maar het lijkt me juist een leuke uitdaging om in zo'n wereld te survivalen. Om aan deze boom te geraken moet ik dit hier even openen. Ik sta ook altijd open voor suggesties, voor wat ik misschien eventueel kan maken. Ik hoop dat jullie ook allemaal een leuke dag hebben. Oh ja, hier zijn denk ik altijd spullen. Hier ook een cauldron. Dit is niet zo goed eigenlijk. Ik weet niet of er ook paarden zijn in een flatlandwereld, maar ja, ik had toch stiekem gehoopt op iets beter. Nog wat gratis slijmballen. Oh jee, we beginnen stilaan honger te krijgen. Aha, brood. Dan heb ik al iets gedaan om mijn hongerprobleem op te lossen. Hebben jullie in het echt ook al eens brood moeten bakken? Ik heb dat ooit één keer moeten doen in een lagere school. Dus uw eigen brood te maken. Ik vond het ook gewoon leuk om te doen. Oh nee, dit overleef ik niet. Tijd om terug te trekken. Ik moet denk ik wat stenen verzamelen voor een furnace. Paarden! Yay! Die kunnen we temmen. Dan kunnen we sneller reizen. Ik denk dat het beter is dat ik ook een andere village vind. Even het paard temmen. Hebben jullie een leuke naam voor dit paard? Laat het even in de reacties. En slimes doen weer heel vervelend. Ga weg, slime. Het vervelende aan slimes zijn dat ze steeds in meerdere stukken verdelen. Ja, we zijn vrienden geworden en ik hoop dat dit paard ook een beetje snel is. Ja, is ook best snel. Wat ik gewoon nog even wil doen is even wat hout verzamelen. Daarna kijk ik ook nog even vooral al die gewassen wat nemen die daar zo zijn. Zorg dat we even al jullie gewassen stelen. Eigenlijk stelen we het niet, ik ga het gewoon even lenen. Dus haakjes. Ik ga weer op avontuur naar een nieuwe village. De reden is dat we hier veel slimes zijn, is dat... Je hebt bepaalde slime chunks. En slime chunks vind je vanaf onder laag 40. En we zitten nu op laag 4 ongeveer. En
Ja. Dat betekent dus dat er ook slimes kunnen spawnen. En nu zit ik ook al door de zon ondergaan. Nu heb ik zo'n liedje in mijn hoofd van ik heb de zon zien zakken in de zee. Dat is zo'n liedje dat we heel de tijd zongen op de kleuterschool. En ik denk dat dit wel een betere village is. Dus Keir heeft de aflevering afgesloten. Dus we hebben net een nieuwe village gevonden. Oh, ik wil per ongeluk van mijn paard afmaken. We hebben net een nieuwe village gevonden. En bedankt voor het kijken naar de video. En dan zie ik weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.